Jonge gasten, welkom bij een nieuwe video van Jamio Gamers. Vandaag doen we een Uncharted 4 multiplayer met... Zeg Mij. maar. Ja, Mirko. Mirko. Ja, we spelen niet met hem omdat hij de game niet heeft. Maar hij gaat gewoon meekijken via SharePlay. En hij gaat gewoon wat mee praten en mij waarschuwen als ik iets niet gezien heb. Dus dat is eigenlijk wel handig. Natuurlijk. En met een kameraad. Altijd. Anytime. Ik wou eigenlijk weer Sam pakken, maar die stond weer even op dingen, Charlie Cutter, dus... Jammer genoeg ben ik weer niet in het schurkenteam, want dan kon ik mijn favoriet Lazarevic pakken. Kijk, wat? Oh, ja. 2 Lazarevic, 3 Reeves. Even serieus. Wij hebben Charlie, 2 Nate en 2 Elena's. Goddammit. Ik durf te weten dat we het weer gaan verliezen. Eigenlijk Lazarevic in winterkostuum is gewoon pure Hitlerjas. Pure nazi-jas is dat gewoon echt waar. Dat is echt waar. Ik ga eens proberen een... Oeh. Ja, dat is niet fijn. Er staat een granaat. Ja, inderdaad. Daarom vond ik het juist kut. Dat was ik. Of niet? Dat. Oh god. Ik zei dat, we gaan dit nu nog verliezen. Ik weet het. Schoon sparen voor 2-0. Oh, kut. Wat? Waarom hebben ze dat niet door? Dat hier gewoon een geul is. Wat? Ja, woe! Wat? Waarom moet ik nu opladen? Woe! Ik heb 2 mannetjes al gekut. Oké, Jamie gaat voor de double kill. Aanladen. Kut. Oh, nee. Ik dacht, ik zo kut, maar die van ons team af. Oeh. Hey. Was in die... Kijk achter u een vriend achter. Oh god, dat viel gebenamen. Oké, dat was best wel gay. Waar is dat ding? Waar is dat ding? Hoe ik wil een touw. Je moet je op L1. Oké, dan moet je op L1, maar oh kut, ik wou hem er even op. Hé, dit is het niet die map waar ik ook dingen op heb gedaan? De allereerste, ja hè? Oeh, wat? Net op tijd op dat touw! Ik ben echt net op tijd op dat touw gekomen, hè. Ja, ik ben hier weg. Oh, als je aan het touw hangt en je drukt dan op vierkantje, dan valt je zo op een enemy. Ja? Oh, ja, dat moet je net zien. Oh ja. Ik vierkantje. Oh, ja. Waarom wil jij op mee tegen mij? Die is al dood, dat gaat hij nog vechten, die lul. Ik sta volgens mij al meteen eerst of zo. Ja, ik sta... Wat? Ik sta ook gewoon eerst, hè. Dus pas de derde keer ooit dat ik echt online doe met echt mensen. Ik heb niet zoveel vrienden, dus nee, zo. Oh, okay. Je hebt heel veel vrienden, maar gewoon niet veel vrienden die dit spel hebben. Inderdaad. Ik heb maar 1 vriend of zo die dit heeft. Of 2, nee, 2. Ene die kent je niet. Shit. Ik ga niet vertellen, ik ga mijn tijd zien. Het is Josephineke, hè? Ja. Wat hè? Het is Josephineke, hè? Ja. Waar heb jij nou voor een rare? Van... Dat is een aardig achter mij. Achter mij? Oh, wat? Achter u. Oh, kut, dat is een nee. Ja, ik ga sparen voor Bruut weer. Ik ga weer sparen voor Bruut, want die is redelijk goed, vind ik. Ik hoop dan. Oh, kut, het duurt nog 12 minuten. Ja, dan is ze vier. Ja, ik denk dat die. Heb jij opgelet in het begin hoe lang dat de match überhaupt duurde? Ik? Ja. Nee, je moet gewoon zoveel mogelijk kills maken. Ik denk dat het... dat een match maximum een kwartier kan duren, denk ik. Want ik heb namelijk het ding al gestart voordat de match begon. En als die een kwartier duurt, dan eindigt de video al voordat de dingen gedaan is. Dus kut, ik kon dingen. Ja, dan moet ik op... hierop. Boom. Kom op, ik heb je nodig. Daar heen toevallig. Dat is mijn vriend. Daar is mijn vriend. Valt hij zo. Kijk, dit is echt alsof je zo uit een helikopter komt. Oh, ik dacht dat hier komt. Oh! Ik wist niet dat het een afgrond was. Oh, dat is lullig. Wauw. Dat is niet gezond, zei je. Oh, dat is helemaal passen. Niet gezond. Oh god, er viel geweer bijna. Ja. Oh, dat is stevig.
Oh, daar. Wat? Kom aan, je kunt het winnen. Er staat 14, 14-15. You can do this, friends. Wat hier niet naar in? Ja, het staat 16. Het staat 16-16, maar die hebben ze doodgemaakt. Yeah. Yeah. En nu zo. Nu zo, I believe I can fly en zo de afgrond in springen zo. Zakken af! Dikke frontflip! Zakken af! Kijk, frontflip! Woe! Oh, wat? Hoe doet je dan bespotten? Normaal doet je toch bespotten zo? What the fuck? Als je naar uw dingen kijkt, naar uw bruut kijkt, dan lijkt het alsof het die zo een nerdbril op heeft. Eigenlijk wel. Inderdaad. Wat? Waar zit hij op te schieten? Hier is gewoon niemand. Oh, oké. Okay. Joh, wat? Ik heb hem! Even neerhalen, want. Die leeft normaal nog hier. Oeh! Zeg maar misschien. Ja, man. Oh, kut! Zeg maar misschien. Kut! Ik zag iemand die nu net in uw gezicht schop. Ik zag hem wel. En nu is hij dood en nu maakt hij brute kapot. Nee, gelukkig. Wat? Broed valt eraan. Check hoeveel geld ik daarvoor krijg. Dat gaat er telkens omhoog per vijf. Waarom zijn jullie op mijn broed aan het schieten? Jullie zijn echt gays. Bruur heeft vijand neergehaald, zei ik. Nice. Zijn bruur heeft vijand neergehaald. Bruur, oh damn. Daar kom je niet meer weg. Schieten. Waarom staat die? Wat? Zit die jongen dat niet op zo? Zag hij niet dat hij bij een motherfucking vijand stond? Oh, die jongen die gaat even langs de vijand staan en die gaat niet door. Oh, ik. Oh. Spring in de granaten. Kom op, Ruud, genees mij! Oh nee, ik kan alleen maar redden. Oh, dat is echt geen. Ik vind het hier geweldig. Ja, terwijl de wijf zit nu nog tegen mij. Kut, je gewoon iemand! Help! Waarom zit die lol hier? Nee, nee! Ja! Waarom is. Jongen, die springt gewoon. Wat een no! Kut! Mijn broed! Mijn broed was onderkant! Ik moet echt opletten wanneer er in één keer staat dat de video gestolen is, want dan ben ik even kut. Dan kan ik even snel opnieuw beginnen en plak ik gewoon de clipjes in elkaar. Eeuw, oh. Dat is het slimme aan gameplay. Waarom kun je maar 15 minuten opnemen? Dat is wat je ziet, je hebt die in de poep geschoten. Oh kut, ik ben tweede. Oh, wat? Die weg veel meer kills volgens mij als mij. Die we in één keer het dubbele bijna. Ik stond eerst eerste, die jongen heeft me vet hard ingehaald. Op... Ja, maar jij hebt net niet in de poep geschoten. Nee, zo eigen. Wat een bloed. Ik ga gewoon... Oh, ik wist niet dat er een afgrond was. Gelukkig dat ik het nu heb gezien. Die zijn echt dom. Sommige Jimmy, mensen voor de plays deze game. Wat? Ja, als het Overwatch zou zijn, dan zou je nu al lang de play of the game hebben, man. Echt? Kijk, even zo tegen dat ding aan. Kijk, dit is gewoon een dikke verrassingsaanval. Check, hier komen zo mensen, hè. Hallo! Niet weer in de afgrond vallen, hè? Niet weer in de afgrond vallen, hè? Wee! Ik heb eraf. Je viel er ook nog voor na in, man. Lol. Die broer is nog altijd levend, dat is goed. Echt, hè? Die heeft vrij lang mee, man. Breekt zijn benen. Eigenlijk wel. Nog drie kills! En nu hebben we gewonnen. Oh, ik schrok me kapot van die jongen. Ja, dan gaat de video nog niet gedaan zijn. Of een, nee, ik weet niet of ik. Nee, ik ga niet nog een potje. Het enige potje wat ik vandaag doe, de volgende keer. Knip ik alleen mijn montage van alleen de beste stukjes. Kan ik iets gooien, ja? Ik dacht dat iemand stond. Jongen, die bijna zien. Er staat ook iemand. Hey, daar zit er in. Hangst in de veld. Oh, kut. Dat was een dikke kratengek. Ja, we hebben gewonnen. Waarom zijn ik derde? Eerst zong ik eerste, dan tweede, dan... Wat, die jongen heeft gewoon dubbel van mij. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken. Dit is dan het einde van de video. Aha. Oh, mijn oortje valt even uit. Ik ben op de beeld. Wacht. Wat? Ja, ik heb een val ontgrendeld, man. Wacht even, Mirko.
Ik kan je even niet horen, omdat de ding is weer raar aan het doen. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Laat alvast een like achter, vergeet zeker niet te abonneren voor meer. En reageer ook even wat jullie fijner vinden. Gewoon een hele gameplay. Of dat ik bijvoorbeeld 2 of 3 matches speel en daaruit pak ik de beste stukjes en knip ik. Heb ik wat meer werk, vind ik irritant. Ik vind op zichzelf gewoon 1 hele match leuker. Maar jullie mogen kiezen. Bedankt voor het kijken en zie ik jullie de volgende keer. Houdoe, de ballen, joep.